Zo, we zijn inmiddels beland bij workout 19. Voor de bodyweight workout is het denk ik de ergste workout van de week. Of ja, de zwaarste workout van de week. En 19B. En deze volgorde zal ook in het filmpje bekend gemaakt worden hoe de oefeningen precies moeten. Voor workout 19, je hebt de warming up, je gaat ongeveer 800 meter rennen. Weet je niet precies wat 800 meter is, het zal rond de 4-5 minuutjes zijn. Daarna krijg je 2 minuutjes per side de pigeon pose. Voor de belangrijk voor de pigeon pose is dat het been zoveel mogelijk horizontaal ligt. Je gaat overheen leunen. Wat je kan doen, je kunt er ook hier blijft hij rechtop. Wat je ook kan doen is op je armen leunen. High jumps. Oké. Okay. Wat moet ik doen? Ik ben helemaal dood. Zo, die grijpen we straks op. Daarna 30 high jumps. Dus hoogtesprongen. Zo hoog als je kan. Daarna ga je de workout doen. En de workout is dus 400 air squats. Maar elke keer als jij stopt met de squats, dus als je niet meer kan, dan moet je in een 1 minuut plank. Ja? Dus je gaat zoveel mogelijk squats maken achter elkaar, denk je na 50 herhalingen. Ik kan niet meer, dan heb je 1 minuut plank. De workout is voor tijd, dus kijk hoeveel squats je achter elkaar kan doen. Voor de bikkels onder ons, gebruik een gewichtsvest of doe een rugzak op met waterflesjes gevuld. Dan maak je het een stuk zwaarder voor jezelf. Ja? Daarna krijg je nog 6 rondjes voor 45 seconden hollow hold. Hollow positie. Belangrijk voor de hollow positie. Als dit jij bent. En dit is de grond. Dat de onderrug altijd in de mat is. Je armen zijn langs je oren gestrekt naar achter. En je tenen zijn ook gepunt voorwaarts. Je probeert je voeten en je bovenbenen altijd zo dicht mogelijk over de vloer te heen laten gaan. Maar let op die onderrug. Die moet ten alle tijden in de mat blijven. Daarna 19A. Voor de warming up. Je hebt de couch stretch. 2 minuten per kant. Wat je kan doen. Zo dicht mogelijk tegen een muur of tegen een deur plaatsen. Je komt dan rechtop. Bij heel veel mensen heb je nou een stretch. Voor de wikkels zet je andere voet voorwaarts en kom zoveel mogelijk rechtop als dat je kan. 2 minuten vasthouden, dan de andere kant. Dus de knie zo dicht mogelijk tegen de muur aanplaatsen. Dat is belangrijk. Kan dat niet? Of je hebt geen zachtere ondergrond voor de knie en je krijgt er last van. Kun je natuurlijk ook op deze manier doen en zorgen dat je knie richting de muur gaat, ja, of tegen de deur. Daarna warming up, 1 kilometer rennen, 4-5 minuutjes of 300 single anders. Heb je zoiets van ik wil het allebei doen, mag natuurlijk ook allebei single anders, dus touwtjes springen, enkel springen, 1 keer springen, 1 keer draaien. Daarna krijg je 3 rondjes van 3 handstand push-ups. Je mag ook negatieve doen. Dus negatief wil zeggen dat je alleen naar je in de handstand komt en jezelf alleen laat zakken. Dus als je voor hebt, als je een deur hebt of zo, of een muur waar je tegenaan kan, dat is meestal al voldoende. Maar je zou dan een handstand maken. En negatief is dat je alleen je eigen doel laat zakken en dan ga je weer terug. Ja? Dan probeer je dat 3 keer te doen. Je kunt ook een face to the wall loop maken. Dat is wanneer je met je voeten weer tegen de muur aan bent en je loopt naar boven met je voeten. Tot je neus de muur aanraakt en weer terug. Daarna heb je 6 good mornings. Met de medicine ball. Even kijken of welke is het. We zijn met 19A. Met de kettlebell kan ook. Kijken.
Je houdt hem eigenlijk vast. Good morning is dat je die hip hinge maakt, dus je heup naar achteren beweegt. Op deze manier. Dan ga je door met de squat, blijf zoveel mogelijk rechtop. Dan ga je terug in je squat, van je good morning, en weer terug. Dus good morning, squat, squat, good morning. Ja? Die doe je 6 stuks, daarna 9 squat jumps. Daarna hebben we een skill of strength setje met de kettlebell. Windmill. Voor de windmill, je maakt eigenlijk een press of je pushpressen naar boven als het gewicht wat zwaarder is. En dan is het belangrijk dat de handen onder elkaar komen en je hand die gaat aan de binnenkant van je been. Ja? Je blijft naar je kettlebell kijken ten alle tijden, zo raak je de vloer en kom je weer terug. Belangrijk dat je die hip hinge inzet, dus je heup die gaat naar achter, dus je gaat echt in je heup hangen en je raakt hem aan en weer terug. Ja? 5 rechts, 5 links, 1, 2, 3 minuutjes rustbak tussendoor, 4 sets. Daarna heb je de 15 minuten M-rep, 10 kettlebell American swings, dus de American swing is niet halverwege. Maar volledig boven het hoofd. Russian is halverwege, American is boven het hoofd. Belangrijk wanneer je kettlebell boven het hoofd is, is dat je je hoofd ook door de kettlebell heen stuurt. Ja, dus van de zijkant. Op deze manier. Die doe je 15, doe je 10 keer trouwens. Daarna 15 sit-ups. 20 squat jumps, zoveel mogelijk rondes aan de herhalingen binnen 15 minuten. Een extraatje als je de handstand wil oefenen en je kan hem nog niet. Probeer dan de handstand hold, dus zo lang mogelijk in de handstand te staan. Dat kan ook door eerst face to the wall op te lopen, dus met je voeten tegen de muur op te lopen en dan in die handstand te blijven staan. Je kunt ook de startpositie oefenen om uiteindelijk in de handstand te komen. Gaat het goed? Doe je een beetje afstand van de muur nemen. Doe je een handstand en probeer je voorzichtig met je handen richting de muur te lopen. Gaat het al een stuk beter, zoek er gewoon een stukje gras op of weet ik veel op de straat waar je zelf fijn vindt. En probeer echt een handstand hold te doen. Probeer dit zeg maar 3 minuten te oefenen. Geef jezelf dan presterend zo ongeveer 3 minuutjes rust, want de schouders worden moe. Doe dit daarna 3 keer herhalen. Ja, dat geldt ook voor de B-workout. Dan heb je ook als extraatje die handstand walk. Dus ga gewoon lekker mee aan de slag. Voor de B-workout heb je dus ook die couch stretch als warming-up. En daar heb je dezelfde soort van de warming-up oefeningen. Alleen belangrijk, in plaats van de kettlebell kun je natuurlijk ook de medicine ball pakken die in pakket B zit. Om vervolgens die good morning te doen. Squat. Terug. Ja, dus het ligt er aan welk pakket je hebt, of dat je de kettlebell of de bal gebruikt als deze workout. Daarna voor het krachtgedeelte krijg je de deadlifts. Je maakt 4 setjes van 20 herhalingen. Deadlift is een smalle grip, dus je hebt het gladde gedeelte van de barbel en je hebt het grip gedeelte van de barbel wanneer de grofheid begint. Dus als je alleen naar alle barbels kijkt, hoe een barbel is opgebouwd. Je hebt altijd een glad gedeelte. Dit is het gedeelte waar je benen staan. Dat is belangrijk om te weten. Het gripgedeelte is het gedeelte waar je handen plaatst bij de deadlift. Bij de deadlift is het vaak 1 duim afstand en dan pak je in de hoekgrip vast. Dus de hoekgrip, de duim, verstoppen. Ja? Voor je clean heb je ook altijd dezelfde grip. Voor je snatch heb je vaak buitenste ringen. Ook weer in die hoekgrip. Ja? Dus ook weer in die hoekgrip. Buitenste buitenringen, snatch. Clean is ongeveer hier. En bij de deadlift ook. Schenen zijn altijd hier. En je heup ook. Ja? Zou dat namelijk niet zo zijn, dan zou je altijd je benen open krijgen. Normaal gesproken heb je soms wel eens al stukjes van je onderbenen eraf. Door fanatiekelingen. Dat gebeurt mij ook wel eens wanneer je de barbel iets te close houdt. Maar mocht het gripgedeelte zijn, dan zou het alleen maar erger zijn. Ja? Voor de deadlift dus, zodat je schouders ten alle tijde bijna voor de barbel zijn. Hoek grip, halfway scheenbeen binnen, heup is hoger dan de knie bij de deadlift. Kom omhoog en weer terug.
Zorg ervoor dat je heel veel druk hebt op de achterkant van de schouderbladen. En dat je je ongeveer de aarde wegduwt onder je voeten. Ja? Push the earth away. Ja? Dat is een belangrijke aanwijzing. Doe je 4 sets op 20. Daarna krijg je de M-rep van 7 minuten. Gewoon 5 power snatches met 15 balbals. Dus de power snatch. Snatch als brede grip heb ik net uitgelegd. Hook grip. Vanuit hier. Dus vanuit de laag. Beginnen. Boven je hoofd eindigen. En weer terug. Ja. Voor de power snatch 5 keer. Voor de wallball. Zodat je een stukje muur opzoekt. Maakt niet uit. Je kunt, wij hebben natuurlijk de groene platen altijd waar we tegen aangroeien. Of de groene stippen. Maar mocht je een stukje rand hebben van de huis. Of boven de deur bijvoorbeeld. Zou je natuurlijk ook heel makkelijk een soort van walbalactie kunnen maken. Ja. Dus dat kun je ook altijd gebruiken als balbal targetpunt. Je gaat 7 minuten aan één stuk. Ga je 5 power snatches maken, 15 balbals. Zoveel rondjes in de herhaling als je kan. Denk je, hey, ik heb ronde 1 gehad en ik heb nog meer energie voor de tweede of derde workout. Pak er gewoon 2 rondes af. Maar zorg dat je dan 3 of 4 minuten rust houdt tussendoor. Ja? Dat was het van vandaag. Heel veel succes!